Ik had een omzet dus, ik praat over 10 jaar geleden, ben ik eruit gegaan, van 1 miljoen per maand. En de helft bestond uit de verkoop van champagne en de helft bestond uit de kamerhuur. Want we verhuurden de kamers en de meisjes kregen daar een deel van, ook zo als van de champagne natuurlijk. Ik was 10 keer duurder ongeveer als de kleine clubjes. Maar de mensen betaalden er graag omdat ik de verpakking, want die moet er ook wel in orde zijn natuurlijk. Hè? Want je kan een heel hoge prijs vragen, maar hij is heel gauw te hoog als je geen kwaliteit brengt. Allemaal bladgoud geplakt en zo. Dat was veel werk. Ik keek niet op geld. Het moest bij mij veel geld kosten, anders was ik pas tevreden. Ja, het is logisch dat je dan ook veel geld kan vragen.